Ja, ik heb net even zitten kijken. Ook naar die uitzending van Boos. Ja, en die Tim Hofman. Kijk, maar ja. Kijk, die allereerste uitzending van die Boos. Ja, dat was duidelijk. Dus stel die dingen aan de kaak en dan kwam je met onthullingen. En dan werden dingen. Ja, dat was helemaal goed. En daar was iedereen ook erg blij mee. Met die uitzending. Maar deze uitzending. Nou, vrienden, ik weet het niet hoor. Ik heb daar net zitten. Ja, ik heb daar heel erg mijn twijfels over hoor. Ik denk dan bij mezelf, ja, wat moet er. Weet je, je gaat dus voortborduren op je oude succesje. Daar bij Boos. Ja. En denken van, ja, daar gaan we weer. Tegen John de Mol. Maar en Talpa. Maar, vrienden, jullie weten van mij. Ik bedoel, ik ben geen Talpa-fan, dat weten jullie. Ik zeg altijd, zend de bagger uit. En John de Mol, daar heb ik een beetje hard-liefde verhouding mee, dat weet ik ook niet precies. Maar nu moet ik het, ja, nu moet ik het toch gewoon voor hem opnemen. Ik kan er gewoon niet anders, want het is toch een beetje een kinderachtige uitzending, dit. Het komt met een heel verhaal met ene Linde en met ene Rick. En die hebben zus en zo gedaan. En met een contactpersoon en weer een medewerker en weet ik veel. En die belt met die en die met die. Ik kon het gewoon niet meer volgen op een gegeven moment. En dat alleen maar om dan zogenaamd te bewijzen, weet je wel, dat John de Mol, die heeft gelogen. Dat is het dan. Nou. Stel je voor, John de Mol zou een keertje een leugentje hebben losgelaten. Nou, dat zal niet zijn eerste leugentje zijn, want John de Mol die liegt wel meer. Maar en dan nog, dan gaan we dus elk interview wat we hebben op tv, die gaan we dus helemaal fileren en analyseren en onder de röntgenfoto leggen. En als iemand dan liegt, dan gaan we daar dus dan weer programma's over maken. Of hij nou wel of niet gelogen heeft. Pardon zeg. Wat slaat dit nou toch allemaal op? Beetje een heksenjacht lijkt dit gewoon. Ja, of sowieso op Talpa, maar helemaal op John de Mol. En helemaal op de persoon gespeeld en heel erg flauw en kinderachtig. En dan ook weer ergens gaan aanbellen waarvan je weet dat ze je niet willen spreken. En dan weer zogenaamd een beetje verontwaardigd doen. Ga lekker leugenaars zoeken bij BNN-Vara, Boos. Kijk of daar nog leugenaars zitten. En maak daar programma's over. Want daar stikt het van de leugenaars ook. Bij die BNN en de Vara en de NPO. Dus ga dan niet dat allemaal op dat bordje van Talpa en John de Mol neerleggen. Nee, vrienden, nee. Ik word hier heel erg treurig van. En hier bewijst Boos en die Hofman, die bewijzen zichzelf echt geen ene dienst. Want dit maakt het alleen maar heel erg zwak van wat ze allemaal gedaan hebben en wat ze in de openbaarheid hebben gebracht. Dit hadden ze nooit moeten doen.